gaan we laten zien wat de verschillen worden of zijn tussen onze stageplek op Curaçao en de stage die we hebben gelopen in Nederland. Nou, we zijn afgelopen vrijdag zijn we op kennismakingsgesprek met de hoe noem je dat? De Annemarie? Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, de oprichter. De eigenaresse van de tantes hier in Curaçao. En daar legden ze ons uit hoe de planning werkt en op welke groep we staan. Nou, krijgen we elke week een nieuwe planning met andere tijden. Maar onze vaste dagen worden de maandag, dinsdag en woensdag. Ik sta op de babygroep. Charlotte, ik de kleuter. En ik op de NSB, de naschoolse opvang. En nou, hier zijn de basisscholen om 12 uit, hè? Ja, om 12 uur uit. Dus Charlotte begint meestal om 12 uur. Nou, wij hebben nu deze week, dan aankomende week, de tijden van 8 tot 5. Dus ik denk dat dat onze vaste tijden ongeveer worden, maar dat weten we niet zeker. Want we hebben er nog geen andere planningen binnen. Nou, toen, nadat we een beetje hadden kennis gemaakt, zijn we op onze, hebben we een tour gehad op het kinderdagverblijf. En dat zijn gewoon drie gebouwen en in elk zit dan een groep, zeg maar. Ja, daarna zijn we op de groep gebleven en hebben we eventjes een half uurtje mogen ontdekken hoe het er een beetje uitziet en hoe het een beetje verloopt. Nou, als jij wil beginnen, Huf. Nou, ik heb dus bij de peuters meegekeken en het zijn daar staan 20 kinderen op één groep en dat is dus al een verschil, want in Nederland zijn dat er vaak maximaal 13. 12 of 13. Dus je mag hier meer kinderen op een groep dan in Nederland. Ook was mij heel erg opgevallen dat ze allemaal de schoenen uitdoen. Dat had ik op mijn stageplek in Nederland niet. En daar hecht ze best wel veel waarde aan. Dus voordat je binnenkomt moet je je schoenen uitdoen. En als je dan naar buiten gaat, trek je ze weer aan. Verder was het vrij druk, omdat er ook wat kinderen van de dreumesgroep die kwamen kijken bij de peuters. Dus het waren extra kindjes en ze werken er veel in gebieden. En binnen een bepaald gebied mogen maar 4 of 5 kinderen komen. En dat wisselen ze dan zo door, zodat iedereen dat onderdeel gehad heeft. En zodat het niet te druk is voor de kinderen, omdat je gewoon met veel kinderen op een groep staat. Dat was eigenlijk een stukje. Ja. Mijn groep was er van die dag nog niet, omdat we er voor 12 uur waren. Ik heb toen bij SME de groep bij de... Dreumertjes gelopen. Ja, ik heb zelf alleen maar bij groep 5, 6 en 7 stage gelopen, dus ik zag niet heel veel verschil. De kinderen speelden wel lekker buiten. Ze hadden echt nog wel een ik, dus ze konden niet goed samenspelen. Dus ik herkende vooral veel dingen uit de theorie in plaats van verschil met Nederland. Ja, en ik was dus op de babygroep. Nou, zoals Charlotte al zegt, is dat ook een beetje gescheiden. Je hebt de dreumissen en dan echt de baby's. Dat zit dan ook in een apart... Ja, lokaal zeg maar. En wat ik vooral qua verschil zag is het dagritme. Nou, ze komen binnen en de baby's krijgen dan al een fruithapje. En de ouders nemen alles zelf mee. Dus ook de luiers, ook de kontendoekjes en zo. Dat is allemaal verantwoordelijk door de ouders. En dan merk ik dat ze in de middag eten ze bijvoorbeeld warm, de dreumetjes. Die eten een warm eten, bijvoorbeeld rijst of zo. Nou, daar eten de leidsters niet mee, maar de kinderen eten dat wel. Nou, daar merkte ik wel een verschil in, want dat is natuurlijk in Nederland helemaal niet zo. En in de middag eten ze dan, of in de avondmiddag zeg maar, eten ze brood. Dus eigenlijk is dat omgekeerd, maar ze eten dus wel brood ook nog daar. Dus ze eten sowieso 3 keer. En wat ik voor de rest toch wel als verschil zag, is dat als ze gaan slapen, dat ze de gordijntjes en zo niet dicht doen. En Annemarie gaf daar als argument, gaf ze daarvoor dat het een voor het dag- en nachtritme, dat ze dat niet wou verstoren. Dus dat ze dat licht houdt in de slaapkamer en de kinderen slapen daar gewoon. En wat me ook op zich wel opviel, wat ik wel had verwacht, is dat er minder airco is dan ik eigenlijk had verwacht. Ja. Het is heel warm daar. Ja. Dus voor die kids lijkt me dat op zich ook wel moeilijk. En ja, als hier weer die kleintjes slapen, dan gaan ze gewoon schoonmaken en zo. Nou ja, dat is op zich nog wel hetzelfde, want dat deden ze bij mij op een vroeg stage ook. Maar wij hadden altijd nog kindjes wakker. En wanneer ik er was, waren we geen enkel kindje wakker. Dus toen zag je gewoon dat ze gingen schoonmaken en alvast het warme eten voorbereiden. Dus nou ja, voor de rest heb ik nog zelf niet zoveel verschillen gemerkt. Dus ik denk dat we dat voor de eerste keer kunnen vertellen. Ja. En na onze eerste stage dag dat we pas echt het kunnen vertellen. Want aankomende maandag, het is nu zondag, dus morgen is het carnaval en zijn we vrij.
En dinsdag gaan we echt beginnen. En als het goed is zijn we dan om 4 uur klaar. Al staan we ingepland tot 5. Maar dat gaan we zien. En, vanwege carnaval. Ja, vanwege carnaval zijn ze dan ook eerder klaar. Waarschijnlijk. Dus we gaan het zien. En jullie horen weer verder van ons.